is live. Speel nu zelf thuis op je computer mee met de kandidaten in de studio en maak kans om dagwinnaar te worden. Onze afstars staan in de startblokken. Wie gaat er vandaag winnen en pakt een mooie prijs? Laten we snel beginnen. Hier is Ewout. Hoi allemaal, het is woensdag 5 januari. Goed dat je weer kijkt naar Avastars Live. En ik kan het niet vaak genoeg zeggen. Ik ben daar zelf heel enthousiast over. Nieuw bij Avastars Live is dat jij live kunt meespelen met de quiz. Dus de vragen die de kandidaten in de studio straks krijgen, die kun jij op je computer thuis dus tegelijkertijd meespelen. Surf nu naar avastars.avo.nl en wie weet word jij dan wel de winnaar van de dag. En dit zijn ze, de kandidaten van vandaag. Eerste kandidaat is Tijn. Tijn is 12 jaar oud en komt uit Breukelen. Zijn avastar die heet Fighter. En Tijn is best avontuurlijk, want hij gaat heel graag op wintersport in Oostenrijk. Kijk, daar zien we hem net na een actie, de bril is omhoog. Verder is hij ook lekker actief in de keuken. Hier is hij, wat ben je aan het maken daar, Tijn? Spaghetti. Spaghetti is hij daar aan het maken. En na spaghetti met zijn moeder maakt hij ook nog eens zelf vaak hele lekkere hapjes. Dit is Tijn uit Breukelen. Hoi. En aan de andere kant staat Rick. Rick is 10 jaar oud en komt uit Hengelo. En zijn avastar die heeft vernoemd naar zijn broertje, namelijk Lars. Ja, en zo zit hij ook wel eens op de avondchat onder de naam Lars. Rick heeft al jaren een seizoenskaart van FC Twente. Dat is zijn favoriete club. En ook gaat hij heel vaak met zijn vader in Duitsland vissen. Wat had je hier gevangen? Een karper. Een karper, nou, een gigantische vis. Dit is Rick uit Hengelo. Hoi. Hoi. Welkom allebei, mannen. En Rick, jij hebt een juf, die heet juf... Dagmar. Ja, en jij hebt een soort deeltje met haar gemaakt, toch? Ja. Vertel. Nou, als ik verlies, dan kom ik morgen niet op school. Zo, dat is echt heel relaxed. Maar wil je dan winnen vandaag, of is het eigenlijk... Nou, als je niet naar school moet, dat is ook wel leuk, hè? Ja, dus nou. Betekent dat dan dat je Tijn vandaag gaat laten winnen? Nee, dat niet. Dat niet? Nee. Oké. Okay. En jij, Tijn, wat heb jij ook een deeltje gemaakt met de jufmeester? Nee. Niet echt? Niet echt. Oké. Okay. Jij kookt dus zelf en je maakt dan ook wel zelf hapjes. Ja. Wat moet ik me daarbij voorstellen? Wat maak je bijvoorbeeld? Cakejes en taarten. Lekker. Ja. Wat voor taart? Chocolade vaak. Oh, hoe maak je chocoladetaart? Met veel chocolade. Ja, nou, dat klinkt heel logisch. Laten we niet dat hele recept doen. Van jullie thuis op de avondchat wil ik ook het een en ander weten. Ik wil namelijk weten, het komt straks in de vraag ook helemaal terug hoor, of je wel eens iets bijzonders gevonden hebt. Dus iets wat je vond op straat waar je denkt, nou, het is leuk, misschien heb je het nog. Misschien moest je het uiteindelijk teruggeven aan degene van wie het was. Mag allemaal, laat het me weten op avastars.avo.nl. Zullen we beginnen? Ja. Ja? Ronde 1. Tijn en Rick in de studio en jullie thuis krijgen straks steeds 4 antwoorden te zien en hebben dan 7 seconden de tijd om het juiste antwoord te selecteren. Nou mannen, hier zijn ze, de eerste 4 antwoorden. 6 kilo mammoetvlees, een mummie, 7 miljoen gulden of 2 levende zeehonden. Ja, wat kan dit zijn? Voor 50 punten. Wat werd er gisteren gevonden in een koeling in Venlo? Er is van alles gevonden in een koeling in Venlo, maar gisteren... Tijn, jij denkt 6 kilo mammoetvlees? Ja, dank je. Lekker om klaar te maken, toch? Ja. Biefstukje zo van te bakken. Rick, jij denkt een mummie? Ja. Hoe kan die daar terecht gekomen zijn? Geen flauw idee. Nee? Gewoon een gokje. Een gokje. Nee, het was geen mummie. Het was ook geen 6 kilo mammoetvlees. Het goede antwoord moet namelijk zijn... 2 levende zeehonden. Oh. Ja, en bij jullie thuis slechts 8,9% van jullie thuis heeft deze vraag ook goed beantwoord. In september is de politie op zoek geweest omdat er aanwijzingen waren dat er bij die man zeehonden in huis zaten. Die nam ze als huis. Die zijn ze al wezen zoeken en toen konden ze ze niet vinden. En gisteren zijn die 2 zeehonden dus daadwerkelijk gevonden. Zielig, hè? Ja, zielig. Ja. Best wel. Heel zielig. De tweede vraag. Voor 100 punten. Bulgarije, Hongarije, IJsland en Algerije. Nou, het ene land is nog gezelliger dan het andere. Wat ik wil weten is, welk land ligt niet in Europa? En ik krijg net door in mijn oor dat het met de zeehonden trouwens weer goed gaat. Hè? Ze zijn naar een opvangcentrum gebracht. Naar Leni het Hart. Goed, Leni. Tijn, jij denkt IJsland. Rick, jij denkt Algerije. Goede antwoord moet zijn. Algerije.
Ja, weet je dan ook waar Algerije ligt? Nee, ja, buiten Europa. Ja, maar en welk continent dan? Dat weet ik niet. Het ligt naast Marokko, dus het ligt in Afrika. Ja, ja. Nou, kijk of ik... Oh ja. Ja, nee, precies. Dan moet je gewoon zeggen, ja, dat wist ik. Volgende vraag. Die spelen we voor 150 punten. Vissoort, Japans zwaard, vloedgolf en automerk. Voor 150 punten wil ik weten, wat is een tsunami? Jullie reageren ook lekker op de Avachat. Manouk, die vond een hele oude amulet. Sharon JWZ, die heeft een keer 20 euro gevonden. Dat was haar lucky day. En Ambi Bambi, nou, wie kent er niet? Die heeft een keer 5 euro in een asbak gevonden. Zo. Ja. Nou, Ambi Bambi, dat is toch mooi meegenomen. Jullie denken dat tsunami allebei vloedgolf is? Ja. Dat is het goede antwoord, hoor, mannen. Heel goed. En 47% van jullie thuis had dit ook goed. En ja, weten jullie ook hoe zo'n tsunami ontstaat? Ja, door een aardbeving in de zee. Ja, precies. Een aardbeving ontstaat er in de zee. En dan komt er trillingen, zeg maar. En dan komt er die hele grote golf. En die komt dan uiteindelijk bij het strand terecht. En ja, in 2004 is er zo'n tsunami geweest. In de Indische Oceaan was dat. En dat, ja, dat was heel erg. Zijn er ook 250.000 mensen zijn er om het leven gekomen toen. Ja, dat was laatst natuurlijk zoveel jaar geleden rond kerstmis. We gaan naar de tussenstand gaan we alweer, mannen. Oh nee, we gaan nog één vraag spelen, mijn excuses. Arjen Robben, Robin van Persie, Nigel de Jong en Dirk Kuyt. Naar welke Nederlandse voetballer is tijdens het WK 2010 een zeehondenpup vernoemd? We blijven lekker in de zeehonden. Robin van Persie? Ja. Gokje. Hij scoorde niet, denk ik. Nee? Oh, en toen... Oh, je ziet het als een beledigd. Nee, het is een compliment, hè? Als iemand... Oh, ja. Nee, het goede antwoord moet zijn Arjen Robben. Oh. Ja, die, dat is... Dat, lijkt je dat geen eer als je naar, als een zeehond naar je vernoemd wordt? Nou, jawel. Toch? Ja, ja. Toch wel, toch? Ja, mij ook wel. Ja, dat is toch wel gaaf. Ja, die werden binnengebracht bij de zeehondencrash. En toen kregen ze die naam. En daarna werden er nog twee zeehonden binnengebracht. En die werd Giovanni van Bronckhorst werd die genoemd. Nou, en Bert van Marwijk. Ja, dat is toch leuk. Ja. De tussenstand die is als volgt. Rick staat aan kop met 250 punten. Tegen 150 punten. Fortuin. En daarmee gaan we naar 100. Nou, ik hoop dat jullie thuis ook een beetje lekker gaan. We spelen nog één ronde hier voor jullie thuis ook. En dan weten we aan het einde van de uitzending wie de winnaar van de dag wordt. Reacties op de Avachetti stromen ook lekker binnen. Otti, die wens jullie allebei veel succes. Ja, dankjewel. Dank je. Ja, sympathiek Otti. En Benedicta, die heeft eens een keer zomaar 100 euro op straat gevonden. Nou, Benedicta, dan ben ik ook benieuwd of je die 100 euro hebt teruggebracht. En Britje, 97, die houdt van Avastars, die vindt het echt leuk. Nou, dat vinden wij dan weer leuk om te horen. Heb jij wel eens iets bijzonders gevonden? Ja, een ring. Een ring? Ja. Oh, je noemt het alsof het iets... Maar hoe zag die ring eruit? Ja, goud met een heel klein diamantje erop. Je brengt het alsof je een steen hebt gevonden, maar dat klinkt vrij kostbaar. Ja. Wat heb je ermee gedaan? Zijn vrouw, want hij lag echt in de modder. Dus ik dacht, ja, die komt niet meer terug. Nee. Oké. Okay. Wil je nog een oproep doen? Nee. Nee? Zelf houden? Ja. Ja, ik heb hem al weggegeven. Aan wie? Nou, aan een vriendin van mij. Oh? Daar had ik ooit verkeering mee, maar dat zei ik. Oh, oké. Dus nu heeft hij... Ja, precies. Nou, we moeten door ook met het spel. Hier zijn de eerste vier foto's. We gaan het hebben over Belgische woorden. Want wat bedoelen ze in België met het woord Wentelweek? Wentelweek? Nee, ik spreek het helemaal niet goed uit. Wentelweek. Tijn, je denkt een helikopter. Rick, je denkt een vlieger. Goede antwoord moet zijn een helikopter. Ja, de Vlaamse taal die verschilt nogal van de Nederlandse taal. Wat weten jullie wat ze bijvoorbeeld bedoelen met als ze zeggen... Ik heb... Koesting in mijn kot te kuizen.
geen flauw idee. Eten of zo? Nee. Nou, dat zegt de Belgen. Als je ooit een Belg dat hoort zeggen, dan weet hij dat hij bedoelt. Ik heb zin om mijn huis schoon te maken. Nou, ja, mooi. Ja, dat is ook mooi om te weten. 21% van jullie thuis had deze trouwens ook goed beantwoord. Nou, we gaan naar het geluidsfragment. De televisie is harder, daar komt-ie. Nog een keer? Ja, nou, wat ik wil weten is, wat hoorde je precies? Kijk goed wat je ziet op de foto's. Jullie denken allebei dat het Jolante was die een hap van een appel nam? Ja. Dat is inderdaad het goede antwoord. Heel goed, zo klinkt het, zo de tanden zo. Mooi over de appel. Nog één keer horen, jongens. Ja, inderdaad, zo klinkt het. 34% van jullie thuis is dat goed. Dat doet ze wel snel. Dat, ja. Dus zo'n hap nemen. Ja, dat is een herkenbaar geluid ook natuurlijk. Volgende foto. Deze spelen we voor 600 punten. Wat gebruikten mensen vroeger om uit te vinden hoe laat het was? De zonnewijzer, denken jullie allebei? Nee. Wat? Nee, zwart, denk ik. Ja? Nee, het is hartstikke goed, jongen. Oh. Dat moet het inderdaad zijn. Ja, je ziet ze nog wel staan, hè, bij mensen in de tuin. Ja, vroeger deden ze dat omdat de zon die valt daarop. En de schaduw die de zon dan maakt door die dingen die erin zitten, kun je dus zien hoe laat het ongeveer is. Dus ja, hele slimme uitvinding. We gaan naar de laatste vraag alweer voor 800 punten. Let thuis dus ook goed op. Hoe sneller je deze goed beantwoordt, dat is heel goed voor je score, want hier zijn de meeste punten mee te halen. Waar zie je snert? En dit had alles te maken met de aanwijzing van de dag van gisteren. Ja. Ja, ik had gisteren een kom erwtensoep, dus het goede antwoord moet zijn foto C. Ja, houden jullie van snert? Nee, niet echt. Nee? Nee. Allebei niet? Nee. Nee. Ja, ik vind het wel best wel lekker. We kijken even naar de eindstand. Die is als volgt. Rick staat aan kop met 2050 punten tegen 1350 punten. Voor Tijn. En met die stand gaan we naar de finale. En voor jullie thuis allemaal, jongens, hartstikke goed gespeeld. Tijdens het finale spel hier in de studio wordt door allerlei computers berekend wie de winnaar van de dag wordt. Dus ja, na het finale spel maak ik het bekend. Tijn, Rick, concentreer je goed. Heel veel succes! 3, 2, 1. Daar gaan ze, Tijn en Rick, in een minuut richting de finish. De bedoeling is zoveel mogelijk blauwe pluspuntjes te pakken en de rode minpuntjes te ontwijken. Nieuw in het finale spel is de freeze. Dat is die grote ijspegel die ze straks tegen gaan komen. Als ze in die freeze terechtkomen, dan is hun avondstar even bevroren en onbestuurbaar. En ja, daar komt Tijn in een freeze terecht. En Rick ook. Je ziet, ze kunnen helemaal niks doen. De score is nog steeds dat Rick een flink stuk op voorsprong ligt. 2250 tegen 1400 punten. Kom op, Tijn. Probeer die puntjes te pakken. Hoe meer pluspuntjes pakken. We hebben nog 20 seconden hebben we te gaan. En het verschil is groot, maar het is nog mogelijk hier bij Avastars. Als Tijn alle pluspuntjes weet te pakken, dan lukt het hem om Rick nog in te halen. Nog, ze zitten in de tomatonade vast, allebei. Er worden geen punten gepakt. Nog 4 seconden. 3, 2, 1. En de winnaar van Avastars Live is met 2150 punten. Rick! Yay! Gefeliciteerd, jongen. Maar je moet naar school nu morgen. Ja. Moet ik je wel feliciteren? Nou, jawel. Ja, toch wel? Nou, we kijken even naar de prijzen. Voor welke prijs ga je? Het afvalbord. Het afvalbord, die is helemaal voor jou. Gefeliciteerd. Goed gespeeld. En ja, Tijn, jij ook goed gespeeld. Ik heb voor jou, ik duik even naar onder. Daar is die. De Avastars tas. Alsjeblieft. Dank je. En dankjewel. Leuk dat jullie allebei naar de studio wilden komen. Ja. En dan gaan we natuurlijk ook nog snel naar de winnaar van thuis. Want de winnaar van de dag is geworden Kees uit Zwolle. Nou, Kees, jongen, hartstikke goed gespeeld. Jij krijgt ook, ik heb hier nog één, ook een Avastars tas. Die komt jouw kant op. Morgen vanaf 17:15 kun jij weer meespelen. En ik duik nog één keer naar onder. Er staat hier van alles. Dit is namelijk de aanwijzing van de dag van morgen. En even kijken, even naar deze kant gooien. Wie gaat hem vangen? Daar komt hij.
Ja, wat het is normaal niet om mee te gooien, nee. Maar om op te eten. Nou ja, je ziet eigenlijk al wat het is. Hè. Tot morgen, 17:15, Avastars Live. Doei. Doei.